Hallo, ik ben Josephine en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Sirens TV. Afgelopen week hebben we, omdat het heel erg aan het storm was, hebben we kaart verbeterd. En we zijn de mast ingeklommen om de rails te smeren. En als je dus in de mast moet klimmen, dan heb je deze werklijn daarvoor nodig. En word je eigenlijk gewoon aan een tuigje word je omhoog getakeld. We hebben ook aan de zijkant van de mast heb je uitklapbare traptreden. En zo kan je dus omhoog klimmen. En Ingrid en ik zijn dus omhoog gegaan, want de eerste keer dat ik omhoog ging, vloog er een dopje van de spuitbos vloog weg. Dus toen moest ik weer naar beneden en toen is Ingrid vervolgens naar boven gegaan om door te gaan met het werk wat we aan het doen waren. Vandaag waait het te hard buiten, dus we kunnen niet varen. Dus dan kunnen er andere klusjes gedaan worden, zoals het verbeteren van zeekaarten. Dat moet bijgehouden worden, zoals laatst waren er in de Noordzee boven de Wadden waren er containers van een schip afgevallen. Dus dat is allemaal dingen waar je rekening mee zou moeten houden. En hier is een voorbeeldje daarvan. We hebben bijvoorbeeld notices to mariners. Dus soms krijg je plaatjes. Hier is een windmolenpark te zien. Dat moet je inplakken. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Ik weet niet of ik die hier dus snel heb. Maar een voorbeeld kan zijn dat je een diepte moet veranderen van een bepaalde zandbank. Of er is een boei die is even naar land gehaald om voor onderhoud of iets dergelijks. En het moet allemaal ingetekend worden. Nou, ik ben Marijke de Jong. Ik geef les op de Enkhuizer Zeepertschool. En ik ben secretaris van het bestuur van de Enkhuizer Zeepertschool. En een aantal mensen, beslist niet ik alleen, hebben besloten en bedacht dat het een heel goed idee zou zijn om de erepenning van verdiensten aan de Sea Rangers te geven. En ik denk zelf, als belangrijkste reden, is dat de Sea Rangers een belofte zijn. Een belofte voor een betere toekomst, een schonere zee, en de zeilvaart, the future is sail. En waar kunnen we dat dan nu beter aangeven dan aan de Sea Rangers? We hebben dit jaar de erepenning van verdiensten uitgereikt aan de Sea Rangers. We zien dat de Sea Rangers zeer belangrijk werk verrichten. We merken ook dat onze studenten die zich opgeven voor een opleiding hier, steeds meer bezig zijn met het milieu en met vooral natuurlijk de zee om zich heen, waar ze dagelijks op bivakeren. En we willen hier als school heel graag in meegaan.